Ja, Marcel, positief al met het nieuws. De man die ooit in de jaren 80 president Reagan neerschoot, komt vrij. John Hinckley, de man die in 1981 een moordaanslag pleegde op op dat moment de Amerikaanse president Reagan, komt op vrije voeten. Hij is in behandeling van 35 jaar gevangenisstraf is hij na behandeling, zoals gezegd. In een psychiatrische ziekenhuis geen gevaar meer voor de samenleving. Althans, volgens zijn artsen. Inmiddels is deze man 61 jaar. In maart 1981, om precies te zijn, schoot Hinckley 6 keer op Reagan toen hij in Washington uit het hotel kwam. Reagan werd door zijn beveiliger in een auto geduwd, maar een van de kogels doorboorde een long. Drie medewerkers, onder wie perschef James Brandy, raakte gewond. Hinckley zei dat hij was geïnspireerd door een film. En de film, ja, is denk ik wel algemeen bekend. Een bekende film. Taxi Driver. Daar werd hij door geïnspireerd, zoals gezegd. Deze man komt dus op vrije voeten. En naar 35 jaar gevangenis. En wordt hij op dit moment door zijn artsen. In ieder geval mag hij weer op vrije voeten en is er volgens de senaten geen gevaar meer voor de samenleving. Maar ze positief wel met het nieuws over de eerdere moordaanslag in de jaren 80 op toen de voormalige president Ronald Reagan.